Expositiekasten draaien. Martijn van der Putten, nieuwe wethouder. Het is vandaag 1 mei. Dit is het PLMA-journaal. In gemeenschapshuis De Wis in Kastenrij wordt hard gewerkt aan de opbouw van de oorlogsexpositie die Stichting Heemkundig Genootschap Kastenrij organiseert op zaterdag 2 mei. Bijzonder aan deze dag is de presentatie van een 496 pagina's tellend boek, samengesteld door Jan Strijbos met de titel Hoe Kastenrij de oorlog beleefde. Het boek telt zo'n 25 hoofdstukken en er komen allerlei aspecten van de Tweede Wereldoorlog aan bod. Mobilisatie, razzia's, de bezetting, de opvang van Joodse mensen en het herbergen van onderduikers en vele andere verhalen. We vinden dat de verhalen, en dan met name de persoonlijke verhalen van mensen, dat die zeker overgeleverd moeten worden. Kijk, de algemene oorlogsgeschiedenis, ja, die is al breed uitbeschreven. Dat hoeven we niet meer te doen, dat gaan we ook niet overdoen. Maar het bijzondere aan dit boek is vooral dat het echt persoonlijke belevenissen van de mensen hier in het dorp zijn. En ieder heeft natuurlijk zijn persoonlijke verhaal. Je beleefde zelf iets anders dan bijvoorbeeld je buurman. Die had weer andere ervaringen tijdens de oorlog. Dus dat is toch wel heel bijzonder. Het zijn heel boeiende verhalen en ook heel dikwijls aangrijpende, ontroerende verhalen. Een dergelijk naslagwerk kon ontstaan met vele uren van verzamelen, interviewen en schrijven. We zijn daar eigenlijk in 2001 al mee begonnen. In 2001 hebben we de Heemkundestichting opgericht. En we hebben toen de taken een beetje verdeeld en we hadden één persoon in onze stichting. Die was al wat ouder, die had de oorlog nog aan de lijve ervaren. En die wilde per se het aspect van de oorlog benadrukken. En hij heeft toentertijd, is hij al begonnen met wat mensen te interviewen. En dat heeft zich in de loop van de jaren heeft zich dat uitgebreid. De Stichting Heemkunde hecht veel belang aan het herdenken van de oorlogen. Maar kijk, de oorlog dat is toch een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. En dit zijn eigenlijk dingen die mogen nooit meer gebeuren. Ja, wij vinden dat je dat over moet leveren naar de volgende generaties. En we moeten het eigenlijk zien als een soort waarschuwing van, kijk, dit moet dus nooit meer gebeuren. Het aspect van de vrijheid is natuurlijk enorm belangrijk. Wij leven in een vrij land en wij weten wat dat betekent, maar we kennen ook andere landen en dat ervaar je dus zelf dan op een gegeven moment ook wel, hoe het is via de tv en dergelijke, hoe het is om in een land te leven waar je niet vrij bent. Wat is er allemaal te zien op deze expositie? Nou, op de eerste plaats zijn er foto's te bekijken en ook in het boek staan heel veel foto's. Nou is het natuurlijk wel zo, in zo'n dorpje toentertijd, niet veel mensen hadden een fototoestel. En tijdens de oorlog werden bijna geen foto's gemaakt, althans niet hier, in grotere plaatsen gebeurde dat natuurlijk wel. Maar we hebben toch een heleboel foto's kunnen verzamelen. We beginnen eigenlijk al bij de Eerste Wereldoorlog en dan krijgen we het interbellum, dus die tussenperiode tussen die twee oorlogen. En daar hebben we ook wat foto's van, dan de mobilisatie. Dus we bouwen het langzaam op en dan had je hier het dagelijkse leven tijdens die oorlog. Hoe ging dat in zijn werk? Dus we hebben wat foto's ook van uit 1942, 1943. En ik zie naast al de foto's ook nog allerlei attributen. Ja, we hebben, dat is dan ook weer een van onze doelstellingen, wat spullen die oorspronkelijk ook uit Kastenrij komen, om die te verzamelen. We hebben geen museum, we kunnen dus geen grote objecten laten, maar dit soort kleinspul, dan denken we aan granaathulzen, we denken aan bijvoorbeeld een brandblusapparaat uit een van die neergestorte vliegtuigen, zuurstofapparaatjes, granaathulzen, ook heel bijzonder wat er allemaal van gemaakt werd. Daar werden vroeger gebruiksvoorwerpen van gemaakt, asbakjes en dergelijke. En we hebben hier, en dat is heel bijzonder, we hebben een granaathuls. En daar hebben de mensen toentertijd, na de oorlog dus, die hebben er een gong van gemaakt. En die hing bij de familie Martens, hing die aan de perenboom. En als op een gegeven moment de man en de zoons, die waren op het veld aan het werken. En als die dan moesten komen eten, moeder de vrouw, die belde daar dan mee, die sloeg met die gong. En dan kwamen ze van het veld af, kwamen ze naar de boerderij om te eten. Dus dat is wel een heel mooi object. De expositie zal zaterdag om 11 uur officieel geopend worden in de Wis in Kastenrij. Naast de muzikale opluistering met Mat Kraanmeer uit Meldersloo en Schaap Peetjens uit Venlo zal burgemeester Hans Gielissen het eerste exemplaar van het boek in ontvangst mogen nemen.
Zondag zal er in de WIS om 11 uur een koffieconcert plaatsvinden met tevens gelegenheid tot het bezichtigen van de expositie. Woensdag 6 mei om 19:30 is er een lezing op Beukenrode in Venray over de gecrashte vliegtuigen in de omgeving van Venray tijdens de Tweede Wereldoorlog. Martijn van der Putten, hij wordt eind deze maand 26 jaar, is bij D66 de opvolger van de naar Maastricht vertrokken wethouder Hans Teunissen. Als hij in de raadsvergadering van 19 mei wordt gekozen en geïnstalleerd, is hij de jongste wethouder ooit in Venray. Van der Putten woont nog in Nijmegen, maar keert terug naar Venray. Hij studeerde bestuurskunde en werkt momenteel bij adviesbureau BMC. Eerder was hij politiek actief voor PP2 en betrokken bij de heroprichting van D66. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Zaterdag om 8 uur is er een speciale uitzending met deel 1 van de documentaire De Vergeten Slag. Zondag volgt om 8 uur het tweede deel van De Vergeten Slag. Deze beide uitzendingen worden eenmalig uitgezonden. Weer of geen weer? Bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af tot rondom het vriespunt. Zaterdag overdag is het droog en vrij zonnig en het wordt zo'n 16 graden. Zondag worden er buien verwacht met een stevige wind en kan het tijdens opklaringen 18 graden worden. Ik wens u een fijn weekend en tot de volgende keer.